Goedemorgen. Sorry dat ik een beetje laat ben, maar ik had internetproblemen. En dan schiet ik in de stress. Ik denk, oh mijn god, ik moet gewoon op tijd live zijn. En dan krijg ik ook nog weer berichten dat ze me niet kunnen vinden. Dus ik zal die mevrouw heel even reageren en dan... ga ik snel van start. En dan ben ik gewoon helemaal verhit. Van het rennen. En nou heb je best kans dat ik dus de helft van mijn spullen niet heb hier. Dus als ik dadelijk even ga rennen, dan moet je maar even wachten. Want dan is het gewoon even niet anders. Ik vind dat dit ook allemaal heel erg scheef staat, mijn idee. Maar goed. We hebben een nieuwe lijn van Studio Light. En ik heb natuurlijk helemaal niet alle producten hier. Dus excuses. Waar ga ik mee aan de slag? In ieder geval op dit moment ga ik gebruik maken van deze sets. En dat is de tas, de slippertjes. En hier haal ik de tekst af. Als het goed is, is alles gelinkt in de site van Hobbyvision. Ja, inderdaad, het is veel te warm. Het zweet loopt naar... En weet je wat het ergste is? Op mijn hobbykamer heb ik airco en hier zit alles potdicht. Nou ja, goed. Helaas, pindakaas. We gaan gewoon aan de slag. Heb ik nou mijn... Zie je? Ik moet even op mijn stansmachientje. Heb ik dat weer? Ben zo. En dan laat ik gelijk die deur maar even open, want dan is het een beetje koeler. Nou, wat gaan we maken? Een strandkaartje. En hier heb ik ook, nou ja, ik geloof niet dat jullie dat horen. Hier heb je weer veel meer omgevinggeluiden. Ja, weet je, ik kan dat niet. Ik heb dan ineens zoiets van, help, ik heb geen internet. En nou, ik moet. Maar goed, we gaan ervoor. Wat gaan we doen? Ik heb gelukkig hier nog wat magneten. Dan hoop ik niet dat dit ding gaat stuiteren. Maar ik wil hem eventjes vastleggen. Ga maar even staan, dat is even makkelijker. Nou, alles goed. Even kijken hoor, want ik had mijn kaart ook meegenomen. Ik wil even weten ongeveer onder nabij. Natuurlijk, gelukkig heel mijn box met ongeveer 4,5 centimeter. Dus dat is dat streepje net onder de 5. Ga ik even kijken of die een beetje recht zit. Want ik moet hier een horizon van maken. En dat doen we dus op deze manier. Dan is het wel heel makkelijk hoor. Als je zo'n bord hebt, zal ik maar zeggen. Oh, excuus hoor. Dit schudt veel erger dan mijn bureau. Wat een ellendige tafel. Maar goed, het is niet anders. Ik ben er. Ik hoop dat de mensen me nu wel kunnen vinden. Vorige week was dat een drama. Ik ben nu niet gelijk in het evenement live gegaan. Ik heb hem gekoppeld als het goed is. Dus ja, als het goed is moeten de mensen me kunnen vinden. Nou, wat ga ik doen? Ik ga even een achtergrondje maken. Heel simpel. Kan iedereen. Ik zal het in beeld leggen. Mermaid Lagoon. En we gaan gewoon even zo over dit ding heen. En hij hoeft niet helemaal. Dus ik ga ook niet helemaal tot het eind. En ik ga steeds iets harder duwen, omdat ik wel wat kleur wil hebben, maar het moet niet overheersen. Ja, dank je Stephanie. Ja, nou ja, weet je, wij doen het gewoon allemaal hartstikke graag. Je kan nou gewoon zien, hè. Nou ben ik gewoon verhit. Nou gaan mijn handen tekeer. Gewoon omdat dat vervelende internet het aan idee. Oh, nou. Maar goed, dat wordt wel weer opgelost, zullen we hopen.
Ik ga niet elke keer hier in de woonkamer zitten, want dat is echt geen optie voor mij. Zo, ik heb hier een beetje blauwige lucht. En hij is niet helemaal mooi egaal en dat hoeft ook helemaal niet. Het gaat erom dat je een soortement van lucht gecreëerd hebt. Wat ga ik nu doen? Dan ga ik hem even verzetten. Want ik wil aan de onderkant, kijk nou, weer mooie rechte strepen. En nou doe ik hem altijd net ietsje, proberen net ietsje erdoor. Dan heb je wel een beetje een overgang. Dit is net iets te veel, denk ik. Maar dan heb je geen witte streep als het goed is. Dat is dan eigenlijk altijd niet zo mooi om te zien. Nou, dit was dus een mooie brush van Studio Light. Nou pak ik nog even een oude, want dat is mijn bruine. En ik vind het eigenlijk zonde om... Kijk, ik ga mijn koffiezetapparaat. Ik kan Sint ook nog koffie zetten als ik dat wil. Dat is ook nog wel handig. Dat is lekkere herrie, hè, op de achtergrond. Oh, wat schudt die camera. Hebben jullie daar geen last van? Goed, dit is dan een beetje, hier doe ik mijn bruin altijd mee, dus ik vind het een beetje zonde om dan een nieuwe daarvoor te spenderen. Die hou ik dan liever voor de kleurtjes. Ik ga eens even kijken of dat hier, of het maakt niet uit, hij blijft schudden. Nou ja, dan hebben jullie vandaag even een schud live. Het is niet anders. Ik ben er sowieso. Zo, en ook niet helemaal tot onderaan toe. Niet nodig. En ik had nog een ander kleurtje. Waar is die? Oh, zie je, ik moet dadelijk toch nog weer rennen. Oh, die zie ik hier helemaal niet bij. Nou, die heb ik er dus niet meer bij. Nou, dan moeten we het gewoon met deze doen. Het is niets anders. Dit is Vintage Foto. Dan moet ik ietsje harder duwen. Dan krijg ik iets meer een zandeffect. Want ze zit aan het strand. Toch lekker. Kijk, zie je, nou overlapt die ietsje, maar dat vind ik minder erg als dat ik een witte streep heb. Nou, die gooien we even aan de kant. En nu, wat kan ik nu doen? In principe kan ik heel de boel al gewoon in elkaar zetten. Zal ik dat maar doen? Dan heb ik dat nog gehad. Even mijn borstels aan de kant. Ik had ergens, ja, nou heb ik een tafel van 2 meter. Nou zie ik dus helemaal niet meer waar ik mijn blauwe achtergrond gegooid heb. Oh, mijn grutjes. Waar is dat dan weer? Nou, moet weer even rennen, want ik moet mijn achtergrond hebben. Ren je los, zeg maar. Gewoon onvindbaar. Ik heb alleen wel even gelijk mijn heat tool meegebracht. Oh, ik zie hier mijn heat liggen. Ja, dat heb je als je zoveel plekjes hebt. Ik heb hier echt allemaal verstopplekken. Het ligt gewoon bovenop mijn laptop standaard. Ja, daar had ik even niet aan gedacht. Maar ik heb gelijk even mijn heat gun meegenomen, want die heb ik dadelijk ook nodig. Welke grootte is die blauwe brunch? Dat is de kleine maat inderdaad. Oh, maar die komen wel weer hoor. Dat geloof ik vast. Ga ik dit nou met die tacky tape doen? Eigenlijk niet. Want ik zie dat ik niet veel heb en ik heb geen zin om nog een keer te gaan lopen. Waar is mijn lijm? Dan lijmen we hem vast. Dat gaat net zo makkelijk. Als het goed is, loopt hij als een tierenlier. Het is natuurlijk lekker hottig. Dan loop je lijm ook altijd beter, hè? Oh, dan zit ik mijn jurk ook al onder de lijm te smeren. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. En dadelijk laat ik jullie, zeg ik even, de maat van de grootste. Oh, het is hier nog donkerder dan in mijn hobbyhoekje. Ja, dat komt natuurlijk omdat al de ramen gesloten zijn. We moeten de warmte een beetje buiten houden, hè? Maar het is best wel hot. Kijk, 17 bij 15 centimeter. 17 breed, 15 centimeter hoog.
En dan ga ik dus met de blauwe 4 mm kleiner. Dus die is 16,6 bij 14,6. En dan krijg je 16,2 bij 14,2. Nou, mijn basis is al klaar. Ondanks de slechte start valt dat nog niet tegen. Zit hij weer lekker scheef? Nou ja, hij is zo. Nou, valt mee. Kijk er een beetje scheef tegenaan, dus het valt reuze mee. Nou, wat gaan we nu doen? Nu gaan we stanzen. Mocht ik mijn basis kwijt zijn, hij ligt nu... Of jullie worden zeeziek. Hij ligt nu weer op de laptop standaard, dus help even mee onthouden. Nu ga ik beginnen met stanzen. En jullie hebben van de week vast wel mijn teenslippers voorbij zien komen. Dat was natuurlijk een grapje, hè? Want ik had verteld dat ik Stad en Land had afgezocht naar mijn teenslippers. Mijn nieuwe. En die kon ik natuurlijk niet vinden. Nou, die heb ik ook nodig. Die heb ik nodig. En die heb ik nodig. Oh, wat heb ik veel nodig. Die. Bijna alles. En de brillenpoten. Hengsel van de tas had ik nog liggen als het goed is. Die zit al gestanst. Dus ga uit het kurk. Ik heb kurk. En ik weet dat Janine, als het goed is, is dat allemaal gelinkt. Excuus heb ik ook even niet gedaan. Gewoon even vet in de stress. Waar is mijn schaar? Voor mijn slippertjes. Mijn slippertjes maak ik van kurk. Ik denk dat is wel grappig. En mijn kurk wat ik heb. Ja, dat is al oud hoor. Maar daar zit dubbelzijdig tape achter. Zit dat er nou niet achter bij jullie? Als je het te pakken kan krijgen. Volgens mij was het gewoon te koop bij Hobby Vision. Dan kun je altijd... Oh, zie je? Die heb ik weer vergeten. Moet dadelijk weer rennen. Met dubbelzijdige tape. Een grote rol. En weet je, er ligt er hier nog alleen op bed. Als die nou eens uit bed kwam, dan zou het al makkelijk wezen. Kom die te verhalen. Hoesten en proesten. Oh jee, je hebt geen corona? Dat schijnt weer een drama te zijn. Voorzichtig aan dan. Rustig aan doen. Ik heb ook geen afvalbak. Oh, dat wordt een bende hier. Dat gaan we niet doen, Ko. We gaan netjes hier zo in een bakje gooien. We gaan geen troep maken. Dat kan daar. Dus dit zijn mijn slippers. Maar die slippertjes... Gelukkig heb ik mijn magneten. Daar heb ik voor de bovenkant iets voor nodig. En dat doe ik met vouwsledder. Vouwsledder, vals leer, hoe je het ook noemen wil. Nepleer. Daar gaan de bovenkantjes van mijn slippertjes uit. Ook dat kan je natuurlijk eigenlijk beplakken met dubbelzijdig tape. Ja, daar ga ik dadelijk wel om. Ik heb het nu nog niet echt nodig, volgens mij. Oh, wat erg, dat gezwabber. Dat ding. Hier hebben we de stukken van de teenslippers. Die hebben we gehad. Oh, deze heeft hij net niet helemaal doorgejast. Dus die moet ik even bijwerken. Want dat vind ik niet mooi als daar zo'n touwtje aan zit. Schaartje. Ander schaartje. Dat is voor de slippers. Nu gaan we de tas. Kijk, hier heb ik het hengsel van de tas. En dit wordt echt een hele andere kaart dan dat jullie normaal van mij gewend zijn hoor. Want ik zei tegen Janine, ja weet je, ik kan ook wel dezelfde soort stijl gaan doen als dat zij natuurlijk gisteren gedaan heeft. En die heb ik ook al wel liggen hoor, maar die zijn weer voor de film voor Studio Light. Oh, want het is net te groot. Dat is wel een beetje zonde. Ik zeg tegen dat ik zeg, maar ik ga maar gewoon even een assortiment van kaskaartjes. Ook wel eens leuk, toch? Dus dat is een keer wat anders. Dus dit wordt mijn tas. Ik ga naar het strand vandaag. De Schelling 21. Die slippertjes, nou weet je. Die hokjes zijn. Je hebt mazzel, ik heb hier gewoon een dingetje. 6 centimeter lang en 2 centimeter breed.
Oh, gelukkig. Wat een gezwabber. Oh, dit vind ik echt heel erg jammer. Er is hier iemand de schuldige van, want die heeft mijn TP-linker gepikt. Dus die gaat wel even op zijn billen krijgen natuurlijk. Dat is dat. Nou, zet ik die vast even in elkaar. Doen we maar, hè. Kijk, en daarom wilde ik dus niet al mijn tape al gelijk gaan gebruiken. Want ik denk, oei, dan betaal ik dat probleem weer. Waar is die foamschaar? Hier. Nee, ik ga niet naar het strand. Ik ga dadelijk wel even lekker een wandelingetje maken. Want dat vind ik altijd wel heel fijn. Maar normaal gesproken loop ik hier ook een stuk langs de Rijksweg. Het meeste langs de zee, maar een stuk langs de Rijksweg. Ik heb me nou maar voorgenomen, ik ga echt alleen maar langs de zee lopen. Want dan heb ik gewoon een beetje verkoeling. Want het is natuurlijk best wel hot, hè. Ik denk dat het hier al aardig 25 graden is of zo. Geen idee. Oké, nou daar ben ik heel blij om. Dat het schudden meevalt. Ja, dat is vooral met het stansen. En met ja, het geduw natuurlijk. Ja, die tafel die is wiebelig. Ik wist ook niet zo gauw waar ik nou ineens naartoe moest. Ik denk, help, ik moet ergens zitten waar ik internet heb. Ja, dat is hier. Kijk, nou vouw ik die dus netjes om. Buurman is weer lekker aan het piepen. De overbuurman. Die zijn een nieuwe garage of een nieuw pad aan het maken. En dan hoor je dat geluid van die laser. Ja, jullie horen dat waarschijnlijk niet hoor. Maar ik wel. Zo. Dit wordt de tas. En het hengsel doe ik dus nu ook alvast maar vast. Dat klinkt wel lekker achter elkaar, alvast maar vast. Dan pak ik gewoon even hele kleine stukjes. Tacky tape voor. Want ik vind dat toch het fijnste werken met dat leer. En dan was mijn bedoeling eigenlijk nog een filmpje op te gaan nemen vanmiddag. Maar ik geloof dat dat maar laat. Poeh. Ik denk dat het voetjes in het water lopen wordt. Alhoewel, het water is laag, denk ik hier. Dat is dan altijd een nadeel, hè. We hebben hier getijden, dus het is niet dat je altijd... En ja, dan kan ik wel langs de haven, daar kan je echt wel een heel stuk wandelen door het water. Maar daar is het dan zo druk met kinderen en mensen. En dan kom ik daar in mijn jurk, dat vind ik ook niks. En ik ga er niet zitten. Dat is heel raar. Ik zwem hier eigenlijk nooit. Zelden. Zo. Dat wordt mijn hengsel van mijn tas. Arnie, hou jij mijn tasje even vast. Dan ga ik even kijken. Hij komt zoiets. Oh, succes met de feest. Ja, het is wat, hè. We zijn eigenlijk niks gewend, hè. Moet ik even kijken. Want dat is ook altijd even een dingetje om uit te vogelen. Ja. Kijk, dat heb je gauw genoeg in de gaten, want zo matcht die dus niet. Zie je, dan klopt mijn punt niet. Dus die moet daar. Had ik mijn kleine flesje... Oh, gelukkig, die had ik ook mee. Vind ik dan toch weer wel net iets makkelijker. En een pincet zit als voetjes hier ergens in. Ik denk, laat ik maar gewoon even heel dat grote ding meenemen. Dan heb ik het meeste gereedschap. Dat is het, hè. Dan mis ik mijn gereedschap allemaal. Maar goed, er zijn er nou in ieder geval heel wat meer die me kunnen vinden hebben. Vorige week was ik onvindbaar, dus ondanks al de ellende. Nou, zie je nou, dit waren dus mijn teenslippers. Het zijn gewoon kabouterslippertjes, hè. Even kijken hoor, ik moet ze natuurlijk ietsje achteruit zetten. Want je puntje, daar gaat je het grote teen doorheen. Even vasthouden. Oh, wat een piepertje, man. Dit lijkt wel een beetje vervelend, hoor. Dus je moet echt wel even geduld hebben.
Ga ik er een magneet op zetten. Ik ben bang dat anders mijn magneet helemaal vast gaat zitten. Oké, en daarom doe ik hem nu alvast even vastlijmen, want dan kan hij even wennen. Kan hij even vastgaan. En die komt natuurlijk ook een stukje terug. Tikkie terug, Jaapie. Goedemorgen voor wie binnenkomen. Als je vroeg gaat zoeken, nou ja, weet je, je kan heel vroeg zoeken, maar als ik niet live ben, ben ik er gewoon niet. Ik had internetproblemen, dus ik was gewoon even een beetje aan de late kant. Excuseer nogmaals. Wat heb ik nu nog nodig? Ik heb mijn tas, ik heb mijn slippers, ik moet nog een zonnebril maken. Die ga ik nu maar eerst maken. Dat leer kan even aan de kant. Heb ik even niet nodig. Een zonnebril. Even zien hoor, want ik wil hem niet al mijn karton verknallen natuurlijk. Dan moet ik even goed nadenken, want ik heb maar één brillending nodig. Één poot, maar ik weet niet meer welke. Ja, dat zie ik wel als ik ze gestanst heb. Laat ik ze maar gewoon stansen. Ik zal het even proberen wat rustiger te doen. Hoort u me piepen? Ik heb ook last van de warmte. Nou, dit is mijn bril. Is die niet tof? Zo'n heerlijke, lekkere bling-bling bril. En dan komen daar van die glazen in. Ken je dat? Als je aan het strand zit, dan zitten daar van die kerels en die zitten dan met van die brillen. Die van mij net zo goed hoor. En daar kan je niet doorheen kijken. Dat zijn van die spiegelbrillen. Ik noem dat gluurbrillen. Hij moest erom lachen toen ik het zei. Ik zei, ja nou, dat is gewoon zo. Nou heb ik nog een fles, moet ik nog maken. Zal ik die ook maar gelijk even doen. De fles. Kurk op de fles. En ik heb nog dadelijk een stuk. Ah, dan moet ik toch de fles even nog een keer hebben. Die kan je zeker in je koffer doen, weet je. Dan kan je wel 20 paven in je koffer doen, zie je ze nog niet leggen. Oh nee, ik heb geen ventilator. Wij hebben een heerlijke airco op de slaapkamer. Dus die heb ik gewoon van tevoren aangezet. Nou, we hebben het echt niet warm gehad op te slapen. Het was zaad, het was gewoon fris. Doe ik hem uit hoor, als we gaan slapen. Want ik vind, ja, ik zou dat nog wel kunnen. Maar man lief vindt dat niks, die herrie. Die zegt, dan kan dat uit. Als we in de caravan zitten ook altijd. Dan denk ik, ja, maar het is juist zo lekker. Ah, ik vind het niet. Ja, en je moet het gewoon samen naar het zin hebben, zal ik maar zeggen. Hè? Nou, dan heb ik deze bijna helemaal gestanst. Het voordeel is wel dat ik hier gewoon een wek en klok heb. Ik kan gewoon zien hoe laat het is. Is dat even wat? Nou, ik geloof dat ik nou alles gestanst heb. Dus ik ga nou even kijken. Wat gaan we doen? We knippen even hier de dop eraf. Zo. Die kan dan daar bovenop. En als die aan de onderkant niet helemaal goed zit, vind ik niet zo erg. Maar van boven moet die wel goed. Kijk, want ik heb natuurlijk wel even... Je kan dit zien als een drinkfles. Voor mij is het een fles zonnebrandolie. Niet dat ik dat gebruik, maar... Zo, daar komt nog een zonnetje op. Waar is mijn pincetje? Ach, dan zijn jullie ook eens een keer in mijn huiskamer geweest. Dat is ook wel eens gezellig, denk ik. Weer is wat anders, hè? Dat is dat. Zonnetje niet kwijtraken. Dan, oh ja, zie je, die had ik dus met dubbelzijdig tape uit moeten stansen. Ga ik even mijn rol nog halen. Vind ik toch net wat makkelijker. Want anders zit alles eronder.
Het is gewoon net of je in een slechte film terechtgekomen bent, hè? Dat je van het een naar het andere moet rennen. Of zo'n klucht, weet je wel. Dat is ook zoiets. Nou, ik gooi hier gewoon voor de rest een stukje zelf tape aan. Oké. Dan stans ik hem gewoon nog even een keer. Even dit eraf. Want dat is irritant. Want dat plakt dan vast aan mijn... Dit heb ik gewoon... Dit vind ik fijner als dat met dubbelzijdig tape zit. Want ik krijg anders echt gewoon een hele vlekkerige glazen. En dan zie je nog niks. Dus dat, dat moet niet. Dan moet ik even kijken of dat hier natuurlijk wel goed ligt. Ja, daar heb ik tape. Dan zit ik dadelijk met tape en, of met nog een bril zonder tape. Oh ja, dankjewel Gesina. Ja, ik had hem, hè. Hij ligt nou gewoon weer op mijn magneet. Ik heb alles op het magneetje gegooid. Maar goed hoor, dankjewel voor het opletten. Want ik ben echt zo'n muts. Ik raak gewoon heel vaak zulke soort dingen kwijt. En normaal gesproken ligt dat dan wel in de hobbykamer. Maar nu komt dat natuurlijk niet in de hobbykamer terecht. Wat kan een mens een troep maken? Huh? Dat is niet te filmen. Dat is echt erg. Kijk, want die plak ik nou makkelijker op deze manier op. Dat is even net wat handiger. Ik denk als mijn zoon wakker wordt dat hij denkt bij zijn eigen, wat ben je nou allemaal aan het doen, ma? Klopt hier even iets niet? Wat zit je hier? En misschien slaapt hij gewoon wel door. Weer nagaan, die ligt dus nou gewoon nog lekker te maffen, hè? Maar ja, goed, die zijn, denk ik, tot laat door geweest. Dit is nou voor mij nog lastiger om te knippen, want normaal kan ik naar mijn raampje draaien. En nou zit mijn raam aan de andere kant. Dat is een beetje averechts. Ik moet even kijken hoor, of dat er niet te veel blauw aan blijft zitten. Ja, dus. Oh, dit is echt voor mij. Je merkt het wel, hè? Daar word ik altijd even stil van. Dat is niet omdat ik zenuwachtig of zo word, maar ik kan het gewoon niet goed zien. En dat vind ik irritant. En als ik hem dadelijk opplak. Dus ik zit even een beetje op een ander plekje te knippen. Dat ik het beter kan zien. Ik geloof dat ik hem zo goed heb. Okidokuli. Nou, drommel weg. Ik denk dat we nou maar eens moeten gaan kijken of dat het kan zoals ik dat wilde. Dan moet ik even, dan moet ik deze brillenpoot hebben. Goed, zo katje. En die ga ik dadelijk even een stukje ombuigen. Zo. Zo moet hij even blijven zitten. Zo moet ik hem even vast. Ja, dat is gewoon zo. Ik denk dat dat ook wel is omdat ik gewoon... heb ik gewoon een verkeerde bril op? Ook dat nog. Ik heb niet eens mijn knutselbril op. Daar heb ik dus ook verschillen in. Hè? Want de ene is... Nou, ik heb er gelukkig hier nog één. Zie ik het net iets beter. Maar je moet gewoon goed licht hebben. Alhoewel die is wel zo vies als wat. Er zitten allemaal vlekken op. Is ook weer zoiets. Ja, het is vandaag echt zo'n dag dat je denkt van oké. Maar goed, we gaan er gewoon voor. Die bril. Ja, die wil ik natuurlijk niet kwijtraken als ik aan het strand zit. Zie je, daar zit nog een klein puntje blauw. Dat is geen gezicht, dat moet eraf. Dat is een kleine schaafje. Die bril hebben ze natuurlijk normaal gesproken over het hoofd hangen, maar ik wil mijn bril natuurlijk niet kwijtraken, jongens. Dus ik hang mijn brilletje over de tas. Hm.
Even kijken hoor, wat handig is. Ik denk dat ik het zo doe. Even kijken of ik het los kan krijgen. Dat is altijd even een prutsje. En nou is het rood op rood, dat is helemaal leuk. Andere kant misschien. Dat dat iets makkelijker plakt. I think so. Ik heb mijn nagels geknipt. Dus het is lastig pakken nou hoor. Even kijken of het zo beter gaat. Kijk, we zijn zonder het pincet. En nu kan ik dus beter zien waar mijn bril komt te hangen. Want die hangen wij gewoon hier over de tas. Hupsa. Tof, hè? Tof brilletje. Zal ik hem hier ook nog vastplakken? Dan zie ik daar ook nog blauw. Ja, ik ben er niet muts hoor, wat dat betreft. Ze moet er even nog af. Maar ik denk dat we dat allemaal wel zijn. Zo. Tasje kan op de papier. En mijn papiertje stond hier. Ga ik al een tekst maken? Nee, nog niet. De tas die gaan we opplakken en die hoef ik nou niet verhoogd op te plakken, want dat is die van zichzelf al door de dubbele vouw erin. Dus die ga ik met de tacky tape, ik zal de brede pakken, dat schiet iets makkelijker op. Kan je de helft niet vinden? Ben je de helft kwijt van je spullen? Ja, ik ken dat. En als je zo'n dag hebt dat het dus een keer even tegen zit, dan zit meestal alles tegen. Dus ik geloof dat dat filmen vandaag voor de rest, na deze live, maar gewoon even in de kast moet. En die trekken we er dan een maandag weer maar uit. Is dat een idee? Ik denk het maar wel. Het is eigenlijk gewoon meer weer om lekker in een hoekje buiten in, op de wind, met een ijsje, te gaan zitten. Of met de voetjes in het water. Kan ik ook nog doen natuurlijk. Even zien hoor. We gaan hem even een beetje aanduwen. En kijken of we hem losgepunnigd kunnen krijgen. En dat gaat vast wel lukken. Ik denk dat mijn zoon mij hoort en dat hij zegt bij zichzelf denkt. Ik ga de sluiproute. Want wij kunnen hier twee kanten op. Dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Dus ik vermoed... Ik weet niet of hij het in de gaten heeft, maar zou zomaar kunnen van wel. Dat hij bij zichzelf denkt, oké, ik pak even de andere route. En daar heeft hij groot gelijk in. Zo. Nou, de tas die komt dus hier te zitten. Nou, ik heb echt zo'n mooie hobbykast, dat klopt. Ja, 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 ja. Mooi ding hoor. Ik ben er ook echt een hartstikke mee in mijn nokjes. Ietsjes verder opzij, denk ik. Dat kan al niet meer, want hij zit er vast. Nou, dan gaan de fles, die moet natuurlijk mee. Die moeten we niet vergeten, hè, de zonnebrand. Dus die komt daar te zitten. Nou, zie je wat ik nou vergeten ben? En dat is dan ook wel weer jammer. Maar dan moet ik weer rennen. Ik ben vergeten mijn stempelhulp. Kijk, hier komt de fles. En dan gaan we... en ik heb ook geen acrylblok, dus wat dat betreft wordt het gewoon een lastige ding. Dus ik moet het gewoon wel even halen. De slippers. Nou, die plakken we gewoon even op de tas, want ik ben natuurlijk aan het zonnen al. Hè. Ik ben al op het strand beland, dus ik zet gewoon even mijn slippertjes bij mijn tas. Fantasie, hè? Geen gebrek aan fantasie. Oké, nou, dan ga ik even nog een keer rennen, want wat had ik nou nog nodig? Een stempelhulp. Dat is wel even vervelend als ik die niet bij de hand heb.
Zo, daar was ze weer. Nou, dit is echt 6 keer heen en weer lopen. Dadelijk nog eens 80 keer heen en weer terug. Voordat ik alles weer netjes heb. Ik heb één geluk dat ik altijd wel een heleboel dingen wat ik gebruik, gewoon lekker op bakken zet. Dus dat is dan nog een voordeel. Nou. Deze lag vooraan, dus daarom heb ik de mist hier even gepakt. Dat vind ik wel wat makkelijker. Wat had ik nou als stempel tekst? Deze. Oh, en ik wilde nog een begin maken eigenlijk aan een andere kaart. Life is better at the... Zet hem wel recht, hè? Want het zou een beetje lullig zijn als hij op zijn kop komt staan. Life is better. En daar had ik donkerblauw inkt voor in mijn hoofd, in mijn gedachten. Ja. En die druk ik echt even 3 keer af. Want ik wil hem wel vrij donker hebben. Omdat mijn achtergrond ook vrij donker is. Nou ja, weet je, ik maak gewoon die andere kaart. Ga ik gewoon al starten. En ik zie wel tot hoever ik kom. Ik kan best wel even door natuurlijk. Want ik ben al met horten en stoten bezig. Life is better at the. Nou, dit is prima. Laat ik dat maar even erin zitten. Even kijken hoor. Kan daar nog wel. En dan had ik nog ergens een stansje zitten. Want het stond hier op Beach Day. Nou, en ik heb Life is Better at the Beach. Dan moet ik alleen wel een stukje wit nog hebben. Heb ik dat ergens nog? Oh, nou hoop ik wel dat ik gewoon voldoende paparazzi's heb. Heb ik dat natuurlijk weer niet. Even zien, heb ik helemaal geen restje wit? Nou, gaan we weer. Het is niet alles. Dan kan je maar zien dat je echt gewoon zo mega veel gemak hebt als je een kamer hebt waar je alles kan doen en waar je gewoon kan filmen. Nou, wat moet ik nou eerst even doen? Ik moet mijn borsteltje, ik wil mijn vintage foto. En dan ga ik even een beetje bruin maken. Het hoeft niet super super donker, maar ik wil die tekst gewoon in dezelfde kleur als dat ik het zand meegedaan heb. Zo. Dat is dat. Daar gaat een stukje van dat dubbelzijdig tape op. Even zien waar ik hem bruin gemaakt heb. En dan stansen we die nog weer even uit. Hoppa. Ja. Oh, Thea, dat is echt zo'n uitkomst, dat dubbelzijdige tape. Ze hadden het jaren eerder moeten hebben bij Studio Light. Maar goed, ik ben er zo blij mee. In het begin had ik zoiets van, ga ik dat gebruiken? Nou, ik gebruik het echt heel veel. Want al die kleine frutseltjes wat je uitstanst, als je dat met lijm moet doen, dan knoei je gegarandeerd. En als je dat dus met die tape doet, ja, dan knoei je niet. Nou, life is better at the beach. Ik geloof dat de tekst hier een beetje scheef zit. Nou ja, vooruit. We moeten het er maar mee doen. Het is niet anders. Hij zit er nou al opgestempeld, dus dat kan je niet meer veranderen. Ja, ik had hem er al af. Ik haalde hem hier af en hier zit mijn achtergrond nog op. Dus als het goed is, plak nou heel de spulletje al vast. Nou, hoe makkelijk is dat? Ik vind het ideaal. Komen er nog even een paar pailletjes op. Had ik dat ook nog meegenomen? Nou, waarom doe ik mezelf zo zeer? Mijn flesje. Is gewoon scherp. Even zien hoor. Dat ik de voorkant aan de voorkant open doe.
En niet aan de achterkant. Nou, er komt daar een pailletje. Ik heb er maar 3 nodig. Waar is mijn stokje? Dat is misschien wat makkelijker. Hopla. Nou, dan gaan ze slijpen. Horen jullie dat? Misschien of ook niet? Ja, die mensen moeten ook gewoon de werk doen natuurlijk. Ik kan maar slecht zeggen, hey, Corine live, zul je even stil zijn? Zou ook zoiets zijn, hè? Dat gaat natuurlijk niet. Oh. Nou, hier een pailletje. Daar een pailletje. Dat moet je ook... Oh, hij is er vandoor. Proberen in 3 te doen. Als je dat in 3 doet, dan is het voor je ogen schijnt beter. Ja, dat is 1, 2... Nou, weet je, ik zou hier gewoon heel erg gelukkig van worden van zo'n kaartje. Ik zou hem heel tof vinden om te krijgen. Want ik ben een strandmens. Ik hou van het strand. Wel van het Spaanse strand, maar dat maakt niet uit. Ik hou van het strand. Dit is kaartje nummer 1. Die gaan we even aan de kant leggen. Dan gaan we verder met kaart nummer 2. Nou, dan moet ik even mijn zooi. Kijk, daar gaat helemaal een bak met een zooi met brillen. Hoppa. Dat bedoelde ik dat ik alles netjes in bakken heb zitten. Wat heb ik hier uitgestanst? Ik heb van deze kaart, die ik nou ga maken, daar heb ik... ik heb het hier. Volgens mij is die van de Sweet Stories, ja. En dat is eigenlijk de grootste slimline en die heb ik verkleind. Als je dat lastig vindt, moet je even op mijn YouTube kanaal kijken. Want daar staat een filmpje hoe ik dat dus doe. Ik ga de wolkenstans gebruiken. En ik ga lucht maken. We gaan even verluchten. Oh, wat een bende. Even kijken. Voor de lucht heb ik lichte blauw. Heb ik tumbled glass. Heb ik ook weer een ander blauw dingetje. Oh. Ja, dat scheelt dan. Oh, dan moet ik ook niet te hard kletsen. Hè? Want ik ben altijd gewend om hard te kletsen. Omdat ik dus werk bij mensen die... gehoorapparaatjes dragen. Nou zie ik het dus heel slecht hoor. Of ik hem goed genoeg beïnkt. Ik heb hier expres papiertjes overheen geplakt. Want die zitten hier nog stukjes wolkjes die je er eigenlijk uit kan halen. Als ik hem dadelijk omdraai dan kan je het zien. Als ik dat nou niet afplak dan zie je dus al die randjes daarvan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Kijk, hier zitten wolkjes en dan zou je al die afdrukken zien. Dat wil ik niet. Nou, dan ga ik hem zo zetten. Ik ga mezelf het niet al te moeilijk maken. Maar ik vind het altijd wel mooi dat het een beetje verspringt. Nou, hebben we wolk aan de lucht, zo gezegd. Ja, nog een lekker ijsje erbij. Weet je wat leuk is? Hier komt s'avonds... En het meisje denkt dat het nou wel goede zaken doet. Het is een jong meisje en die heeft een fiets en een kar ervoor. En die rijdt het dorp rond met ijsjes. Ik vind het heel slim van haar. Ik denk dat ze best wel veel ijsjes verkoopt. Kijk, dat vind ik nou weer niet mooi, want dan komt hij daar zo op die manier uit. Dus we gaan hem ietsjes laten verspringen. En dan pik ik hem dadelijk met een andere grote bolle weer op. Kijk, pak ik hem hier weer mee op. Dat is ongeveer hetzelfde bolletje. Het is zo fijn om een wolkenluchtje te maken. En dit is zo'n fijne, want deze is ook uit de Sweet Stories collectie van Studio Life. Komt trouwens weer een nieuwe lijn aan ook. Die mag ik van de week nog weer gaan promoten. Ook heel gaaf. Zomerlijn, krijgen we nog weer andere. Krijgen we er ook water bij om te blenden. Ook zo tof. Maar je kan hier dus de slimlijnkaarten ook mee beïnkten. Dat is wel heel fijn dat het op slimlijnformaat is. Nou, ik vind hem zover genoeg, want ik ga nu een zee maken. En de zee... Ja, waar is mijn... Ik weet niet of dat hij nog plakken wil. En het is wel ietsjes verder door al, maar dat maakt me niet zoveel uit. Ik geloof niet dat ik dat ga zien. Even kijken of ik hem een beetje recht heb. En dan
pak ik hem. Zo. Nee, vind ik iets te laag. Ik wil wel een stukje meer zee. Oh, wat lastig. Want ik zie niet, dit is een donkerdere. Je moet het een beetje proberen dat je de horizon, dat die lijn recht is. Nou ben ik heel benieuwd, want nu heb ik natuurlijk best wel ver doorgeblend hoe dat uit gaat pakken. Maar ik ga hier dus met heel veel blauw en groen overheen. Dit is Salty Ocean. Oh, nou pak ik mijn lichte borsteltje. Nou ja, dan zit daar dus nu blauw aan. Donkerblauw. Het is niet anders. Dit moet je echt wel even. Ik heb fluweel karton, want dat vind ik altijd het mooiste werken. En anders is het net of er een golf is. Ja, ik maak er gewoon wat van, hè. Nee, je kan ook blenden met die andere brusjes, hoor. Maar ja, ik vind deze nou gewoon eenmaal heel fijn. Dus ik pak echt praktisch altijd mijn borsteltjes. Maar dat kan ook gewoon met die, met die douwbors, weet je wel. Die houten, die hebben we ook, hoor, van Studio Light. Ja, ik pak eigenlijk heel vaak deze gewoon. Zie je dat het er nog ietsjes doorheen komt? Maar dan gaan we proberen te verbloemen. Dan zie je dat hij dus nog gevlekt is. En ik ben altijd van, een zee heeft niet één kleur. Een zee heeft meerdere kleuren. Dus ik gooi er nog een dotje Mermaid Lagoon tegenaan. Kijk, dan wordt hij nog iets wat donkerder. Het is gewoon een kwestie van, hup, gaan. En doen. Heb je ze nog niet gebruikt? Dan moeten we wel mee aan de slag, hè. Is toch zonde, hè? Nou, ik zou kan je vertellen, kan deze kant, die kant, dat verbloem ik wel een beetje. En ook de zee hoeft niet helemaal egaal, want ja, de zee heeft meerdere kleuren, zoals ik net al zei. Dan moet je niet schrikken, want dan ga ik dadelijk een beetje een groen kleur pakken. Ik ga Evergreen Bow. Die gooi ik er ook altijd even doorheen. Gewoon hetzelfde borsteltje omdat ik dadelijk kijk. Dan krijg je een beetje rare vlekken erin. Maar als ik hier in de zee kijk, en dan kijk ik elke dag, dan zie je ook allerlei kleuren. Dus dat, de zee is niet helemaal egaal blauw. Er drijft groen in, er drijft wier in, ja, noem maar op. En dit is heel licht. Maar ik vind dat gewoon net even, ja, ik weet niet, dat heeft iets. Nou, nog één keer met de Salty Ocean eroverheen. Oh, dankjewel. Er is iemand gewoon fijn aan het... dankjewel, Ellen. Gaat allebei goed, hoor. Je hoeft niet met groot of met klaar. Maakt niet uit. Zo. Nou, dit is de zee. En ik ga je dadelijk even wat anders laten zien. Ik had jullie, gisteren heb ik een kaart laten gemaakt. En, of laten zien, die had ik dus met een zonsondergang. Daar heb ik het strand met kurk gedaan. Ik heb er net natuurlijk een kaart gemaakt. En daar is het strand van, hoe heet dat? Dat houtachtige. Wat ga ik nu doen? Oh, dan moet ik wel even opletten dat ik het op de goede doe. Ik ga, niet schrikken, een stukje pakken. Een stukje rest, restie. Dubbelzijdig tape. Maar dat kan gewoon trouwens aan de voorkant. Als ik hem nou eens even gewoon netjes uitmik. Eens kijken. Zit hij nou gewoon daar, heb ik even vast. En dat heb ik me net bedacht, hoor. Dus dat, ja. Soms verzin ik iets gewoon ineens. Dat ik denk van, oh, maar dat is ook eigenlijk wel heel gaaf. Heb ik het nou een beetje aan de kleine kant gemaakt? Nee. Nee. Dan ga ik hem knippen.
Dan moet ik hem natuurlijk wel hier recht hebben. Oh, daar heb ik niet over nagedacht. Knip ik hem dadelijk even af. Moet ik hem even... Ik ga het me te moeilijk maken. Ik pak even een rechtstuk. Want anders krijg ik het niet goed geknipt. Krijg ik hem dadelijk er niet goed op. Dit is recht. De onderkant. Zo. Hoppa. Wat ga ik nou doen? Nou knip ik hem dus even een modelletje in. En ik denk zoiets. Ik vind dit helemaal top. Helemaal goed. Dus misschien komt hij niet helemaal af, jongens. Maar dan neem je niet kwalijk. Ik moet een... ik zoek een prikpen. Oh my goodness. En het is hier nogal groot. En die heb ik nog nodig, dat ding. Dus daar gaan we even om. Dat glijdt nogal door. Daar zijn we niet zo blij mee. Kom hier. Naar beneden weigeren jullie, hè? Naar boven wel. Ja, als het naar boven valt... Kijk, nou heb ik dus hier... Oh, heb ik hier wel helemaal? Niet helemaal, denk ik. Nee. Dan moet ik hem dadelijk gewoon eventjes door laten lopen. Dat is niet zo erg. Wat gaan we doen? Wat heb ik hier? Een bakkie. En een stukje keukenpapier eronder. Dat is ook niet verkeerd. Even zo aan de kant. En een lepeltje... Ook wel handig. En ik heb hier gewoon echt Zeeuws zand. Gewoon van hier achter de dijk. En ik denk, weet je, dat ga ik gewoon proberen. Ik denk dat het best leuk is. Als het niet lukt. Dan doen we het er niet op. Maar volgens mij gaat dat gewoon goed. Is dat wat? Gewoon, wat de natuur ons biedt, dat koopt men niet. Maar ik heb ook al gezien dat het wel te koop is, hoor, zakjes met zand. Dus niet van onze, niet van Studio Light. Ik zag dat het van Marianne Design te koop was. Dus mochten jullie geen zand in de buurt hebben, kan je dat gewoon kopen. En dat is gewoon mooi fijn zand. Bij mij zitten er gewoon nog schelpjes in, zoals je ziet, hele kleine fijne. Die vallen eraf. Nou, kijk nou hoe leuk. Nou heb ik dus echt een echt zandstrand. Ik weet wel dat ik dadelijk gewoon wel hier goed moet stofzuigen. Want anders krijg ik overal krassen in. Maar hier, ja, ik van dit soort gesnorden hou ik van, hè. Lekker gewoon zoals het in de natuur is. Nou, die gaan we vastplakken. Even kijken of dat hij het nog wil doen. Ga ik even mijn... prikpennetje erbij. Oh, ik ben helemaal... Ja, jij hebt een zand van Marianne, klopt. Ja, goed, ik heb... Ik pluk hier veren aan de dijk weg, weet je wel. Dat zijn dan echte vogelveren. Die was ik gewoon wel, hoor. Want dat is natuurlijk een beetje smerig. Stel je voor dat ze vogelgriep gehad hebben of zo. En nou zal die vast ietsje eroverheen steken... Maar dan moet ik ook heel eerlijk bekennen, dat doe ik ook eigenlijk even expres. Want ik heb een randje wat niet goed gepakt heeft. Ik ga dit even wegzetten. Even met de magneten, hops, erop. Ik heb daar ook nog een magneet tegen. Die hoort daar wel niet, maar zo. Dan kan het goed vast. Dan heb ik wat. Wat had ik nog? Ik heb palmbomen. En die palmbomen. Die noten, die wacht ik nog even mee. Ik heb palmbomen, want het is, we zitten aan het strand, hè. En dan moet ik even goed kijken naar mijn voorbeeld, want ik had hem al gemaakt. Ik ga mijn, eerst mijn bovenkanten maar even doen. Weet je wat ik gewoon nou vergeten ben? Doekjes om mijn handen schoon te maken. Oh, dat is krassen, dat is eng, hè.
Goed, ik heb hier groene borstel. En ik ga mijn palmboom gewoon even lekker goed groen maken. Dit is niet de hele palmboom zoals je ziet, want ik ga dadelijk dus deze afknippen en die plak ik weer bovenop de andere. Ik heb ook heel mijn tafel daarnet niet schoongemaakt. Oh, wat erg. Ben ik ook gaan blenden. Dus ik heb alles er gewoon weer maar zo opgemikt. En het wordt hier steeds warmer. Dat is een nadeel dat je niet alles open kan zetten. Hè? Even kijken, die wordt ook groen. Dus ik heb nou echt gewoon groene palmbomen. Zo. Zou het zo ook gaan? Dan worden ze wel heel donker, zie je dat? Maar het gaat wel. Ah, snelle Jelle. En dan moet ik dadelijk toch wel even mijn pak wel even. Oh, dit vind ik eigenlijk wel heel gaaf. Want dan krijgen die donkere en lichte ertussen. Dus dat houden we er even in. Ik ga even hier blenden. Dat mijn puntjes allemaal wel gewoon ook groen zijn. Maar dat is wel een tof idee zo. Hey. En dat doe ik ook met bruin dadelijk. Je moet wat, hè? Je moet ook een beetje geduld hebben, hè? Want je wilt het wel een beetje netjes hebben, toch? Ik geloof dat ik vettige vingers erin zie van mezelf. Zo. Die kant nog. Ik ga gewoon even dat restje papier. Dat is een restant hoor. Ik heb overal restanten liggen. Nu zelfs zie je zo waar het niet hoort. Nou, dat is het groene. Dan ga ik gewoon maar even mijn aanrechtdoekje pakken. Het is niet anders. Het moet toch gewoon droog en zelfs schoon. Anders is dadelijk alles groen wat niet groen moet zijn. Normaal gesproken doe je dat natuurlijk met een, even drogen. Dan gaan we de bruine, dus hij wordt nou, die kan weg. Oké, groen kan weg. Bruin, ik had al bruin gebruikt. Dus ik ga nu even de stam van mijn boom. Dan moet je even echt goed duwen, want je wil in die naadjes komen. Maar dan heb je wel gelijk al het kleurverschil. Ik ga er dadelijk nog wel even met het doosje zo overheen. Ik vond dat toch wel een goeie. Ja, je hebt echt wel een aircootje nodig nou, hè? Maar fijn toch dat je hem hebt. Ik heb zo'n waterkoeler ook gehad. Maar ja, dat vond ik nou niet zo fijn. Die had ik toen voor mijn hond. Dat hij in ieder geval lekker voor een koele, frisse lucht kon leggen in huis. Die heb ik nou maar bij de buurman even gebracht. Ik zei, die had er wel één. Ik zei, dan heb je er nou even twee. Dan kan je je slaapkamer koelen en je woonkamer koelen. Nou, dan gaan we het even dit ook nog een keer doen. Dan zie je toch de verschil van kleur. Zie je, dat moet je doen jongens. Dat is makkelijk. En dan heb je toch een beetje de verschillende kleurtjes. Die moet nog niet te ver weg, want die heb ik dadelijk nog nodig. Even zien, waar is mijn kleine schaartje? Dan halen we. Dat eraf. En dit eraf. Als dat nou niet helemaal precies is zoals je wil, dat is op zich nog niet zo'n ramp. Kleine lijmflesje. Want er komt nog walnoten. Kokosnoten. Een palmboom met walnoten. Dat zou wel heel apart zijn, hè? Kijk. Ik weet dat ik bij mijn vorige heb ik mijn voorbeeld, heb ik mijn bomen, met deze ook even groen gemaakt.
Waar is mijn andere groen? Dat moet je eigenlijk wel even doen. Dan vallen die witte punten niet op. Ben ik nou weer vergeten bij die andere. Die witte randjes. Dus ik hoop dat ik dat nog even weggewerkt krijg. Dat zal vast zijn. Moet ik weer poetsen, hè? Dat is wel, als je dus veel met inkt kloddert en doet, dan poets je veel. Maar goed. Je kan beter je tafel even af moeten poetsen als heel je huis. Kijk, dat vind ik beter, want dan valt dat niet zo op dat dat dus een dubbele laag is. Zo. Kijk, dat is de palmboom. Nou, daar ben ik al heel blij mee. Ik moet zeggen, je wordt al snel blij. Die gaan we dus op de... Oh ja, deze moet, hier moest ik nog een randje afknippen. Zie je? Aan de onderkant valt mee, maar... Dan moet ik even kijken, waar ga ik, welk schaartje ga ik daarvoor gebruiken? Ik denk deze. Normaal gesproken zou ik mijn... Hoe heet dat? Mijn stanzen, mijn snijapparaat pakken. Maar dat kan natuurlijk nou niet. Dan ga ik hier even met mijn bruine inkt langs. Omdat ik vind dat ik hier een witte rand heb. Wat ik niet mooi vind. Zo. Had ik daar nou ook al de delen blauw en wit voor? Ik denk het eigenlijk niet. Niet op maat. Dus dat ga ik mezelf maar besparen. In principe komt deze dus op zwart gemat. En dat ga ik dus aan het eind wel laten zien dadelijk. Dus het matten doe ik niet. Dan heb ik een tekst. Ik ga hier nog die palmbomen zetten. Kijk nou hoe tof. Staan ze echt in het zand. Ik vind het helemaal leuk. Ik ga de palmbomen even een klein stukje dubbelzijdig tape. Heb ik dat bij? Ook niet bij? Tacky tape. Tacky tape is ook iets dikker. Ik moet even een klein stukje overbruggen. Dus als ik die tacky tape nou dubbel erop doe, dan heb ik ook een dikker stuk. Ja, af en toe moet je gewoon even improviseren. Ik heb gewoon nou echt geen zin meer om nog een keer te gaan lopen rennen. Dus dat doe ik ook niet. Dus als ik twee laagjes doe, dan heb ik het ook overbrugd. Dan zit ik ook dik. Zo is niet voor één gat gevangen hoor. Dus dat is alleen maar handig. Gewoon even nadenken, wat heb ik? Zo. Daar nog weer een stukje overheen. En dan zet ik hem in principe aan de onderkant wel vast met één palmboom. Dus die grote poot zet ik vast. Ik had toch nog zo'n rolletje tacky tape, maar dan dun. Ja, ja. Die, of red ik dat ook gewoon op die? Ik denk het eigenlijk wel. Yes. Toppie-oppie. Nou, dan ga ik even deze gewoon wegzetten. Waar ik hem wil hebben, want die andere komt er van onder vandaan. Wat doen we nu? Deze er eerst even af. Dat zal wel een lastig portret worden. Want dat is dubbellaag plak, dus... Ik weet niet of dat het nou eigenlijk al zo makkelijk... Oh ja, daar komt hij. Het is geen goeie dat ik nagels geknipt heb. Niet doen vlak voor de live, is niet handig. Nou, en deze, die ga ik er dus onder verstoppen. Daarom zet ik die ene weg, want deze komt van achter die grote. Vandaan. Zo.
Dan komt deze los. En dan kan ik wel het eindresultaat nog laten zien, oh jongens, want ik heb hem natuurlijk gemaakt al. Oh. Kom maar. Kom maar. En dan hebben jullie toch vandaag weer gewoon lekker 3 lives, hè? Dat is toch wel fijn. Als het dan te heet is om wat anders te doen, kun je lekker naar de lives gaan zitten kijken. Nou heb ik ook, als het goed is, ergens... Yes, die heb ik hier. En dan gewoon zomaar even een paar. Nou weet ik niet hoe goed dit pakt. Want ik heb natuurlijk wel erg veel inkt gebruikt. Zo, het hoeft niet veel. Het is maar een beetje. Ik ga niet alle steeltjes blaadjes doen, want dat vind ik niet mooi. Tekst er nog op. En dan, ja, het matten, dat moeten jullie me maar een keer vergeven. Ik zal dadelijk laten zien hoe de kaart eruit ziet als die echt helemaal af is en gemat is. Alleen dan is die niet met het zand wat ik nu heb. Nou, deze moet ik niet hebben. Dan heb ik de tekst. Ik vergeet mijn walnoten, ik ben helemaal nog niet klaar. Of mijn walnoten, mijn kokosnoten. En die wou ik toch ook nog even laten zien hoe of wat. Dus dat gaan we toch nog even doen. Tropical komt hier. Die komt daar. Maar ik heb mijn zwarte inkt. Had ik die nou meegenomen? Ik dacht dat ik nog een bak... Ja, gelukkig. Maar die stuiterde op de grond. Kijk nou, die is helemaal uit elkaar gestuiterd. Gewoon van de stress. Dat ik er zo hard mee ging rennen met alles. Dat ik, oh ja, dat moet ik hebben, dat moet ik hebben. Nou. Tropical. Ik denk 2 keer. Altijd het makkelijkste. Dus ik hoop dat ik hem nog gerepareerd kan krijgen. Ga ik dadelijk maar bekijken. Oh, ik denk het wel als ik het zo hoor. Ja, hij zit weer vast. Super. Nou, deze zet ik gewoon zo even weg. Dat ding poetsen we dadelijk wel weer af. Want ik moet die kokosnootjes nog maken. Waar is mijn bakje met mijn kokosnootjes? Ja, kokosnootjes zijn het. Hier heb ik een bakje met kokosnootjes. En hoe heb ik die gemaakt? Ik had een pen, een Versamark. Nee hoor, de noten zijn niet gevallen. Oh, dit is de verkeerde kant. Ik heb een Versamark. Nee, ik doe hem verkeerd om. Wacht even. Ik moet hem eerst eventjes in de inkt doen. Een klein beetje. Want dan heb ik alvast een beetje een basis. Nou doe ik het denk ik toch verkeerd. Maar goed, voor degene die hem dus, die dus niet bruine distress inkt hebben, want dat heb ik wel. Die moeten dus eerst goed beïnkten. Zo was het. Kijk, nou zal die wel uitvloeien. Dat is op zich niet erg, dat is alleen maar goed. Oeh, dit is al een heel klein dingetje hoor. Nou, die. Ja, een kokosnotenboom zonder kokosnoten, dat kan natuurlijk niet. Nou, en doe ik het dus zo, dat vind ik voor mezelf net wat makkelijker. Die pen die ik nou net gebruikte, dat is gewoon een Versamark pen. Dan hoef je niet altijd per se je inkpetje te gebruiken. En pakte die nou niet? Nee, hij pakt niet. Hij pakt niet voldoende. Ik weet ook niet of ik dit wel kan halen. Dit is al heel ver weg voor mij. Auw, en dit wordt heet. Ik ga er gewoon nog een keer even gelijk in gooien. Kijken of dat hij wat oppakt. Nee, hij pakt het niet op. Nee, ik moet het nog een keer doen. Zou het te warm te zijn? Dat hij er geen zin in heeft?
Nou ja, weet je, ik heb hem, mocht het dus niet weer niet lukken. Ik kan hem wel laten zien op mijn voorbeeld wat ik gemaakt heb. Dus wat dat betreft. Oh ja, nou komt hij er beter uit. Dan zal ik maar even gaan staan, want ik kan anders niet bij mijn heatgun. En nu wil ik natuurlijk wel dat die de boel goed verhit. Nou, dit is niet in beeld voor jullie waarschijnlijk. Dat weet ik wel zeker. Dat is één. Dan moet ik even op zoek naar de andere. Die is natuurlijk ook niet goed gebrushed. Het zal niet gepakt hebben omdat ik hem natuurlijk in die inkt al gelijk. Die inkt was nog nat en dan gelijk die brush eroverheen. Dat heeft hij niet goed gevonden. Dan krijg je geen lijminkt. Dit is wel een heel klein prutsdingetje hoor. Dit zijn kleine kokosnootjes. Maar ze zijn bruin. Ja, dit is gewoon niet zo gezellig dat ik dit op deze manier doe natuurlijk. Normaal gesproken kan je dat allemaal zien, maar dan kom ik er niet bij. Dan kom ik niet bij mijn heatgun. Nou, dan heb ik ze dus nogmaals een keer gedaan met dat spul. En dan, oh, hoort je kraken? Dat is zand en embospoeder. Maar dan kregen ze een mooie glans. Ik hoop dat het lukt en mocht het niet lukken. Nu krijgen ze dadelijk een mooie glanslaag. Kijk, als je dit natuurlijk op je dingetje doet, op je Versamark inkpad apparaat doet. Hoe zeg ik dat weer lekker? Op dat inkpadje doet, dan is heel je inkpadje vies. Nou is dit steekje vies, maar dat vind ik dan veel minder erg. Dan dat mijn inkpad zo smerig wordt. Kijk, en nou dit is... Ik ga het zo zeggen hoor, hoe dit heet. Deze kleur. Maar deze brengt er net een beetje glans aan. En dan heb je glanzende kokosnoten. Je moet even opdrogen. Even kijken nog een beetje. Oh, hij gaat er van door. Hij gaat voor zichzelf beginnen. Dat gaan we niet doen, jongeman. Kom. Deze is klaar. Ik zet even mijn prikpennetje erop, want ik wil wel dat hij gewoon helemaal goed verlicht wordt. Huppakee. Yes. Nou. Dit is... Het kleurtje gewoon doorschijnend. Oh, kijk ik eens knoeien. Poudre à embosse relief opaline. Dus dit is alleen maar extra verhoging, zal ik maar zeggen. En dan... Oeps, waar is mijn pincet? Een glanslaagje. Nou, dus dan komen de kokosnoten hier nog op. Gaan we de noten naar boven? Nee, de noten naar beneden. Zo, de grote noot naar beneden. En dan kun je dus net even die overgang verbloemen ook. Oh. Hij plakt niet helemaal vast. Dan, ja, hij is natuurlijk geëmbost. Dus hij is... Anders zou ik hier ook een stukje dubbelzijdig foam onder doen. Maar ja, dat heb ik nou niet meer bij de hand. En ik ga echt niet meer rennen voor een stukje van dat spul.
Nou, dan zit je net of je aan een tropisch eiland zit. Dus dan ga ik even het voorbeeld pakken wat ik gemaakt heb. Ik leg deze gewoon even een klein stukje opzij. Dan kun je ook gelijk het verschil zien. Hier heb ik het zand dus gemaakt gewoon met de inkt. En dit is met de gewone zand. Nou ja, en dan wordt hij natuurlijk gemat op zwart en dan op wit. En dan hebben we natuurlijk de strandtaskaart. Nou, dat vind ik ook wel een hele toffe. Nou jongens, dankjewel voor het kijken in ieder geval. Oh, echt? Kan je dat allemaal zien? Oh, wat erg. Ik dank jullie voor het kijken. Sorry voor de hectische live. Het is niet anders. Ik ben alleen blij dat het gelukt is verder. Voor hetzelfde geld had ik helemaal af moeten ketsen. Dat vind ik veel erger. Dus nou ja, dankjewel allemaal voor het kijken. En tot de volgende live maar weer. Doei doei!